Hallo, hallo. Ik ben onderweg met mijn auto, met de Audi A3, voor zijn laatste ritje. Ja, hij heeft mij overal gebracht waar ik wou. In het begin hadden wij wel een zeer turbulente relatie, want hij is eens goed geplunderd geweest in Charleroi. Kijk, ik ga hier een paar foto's zien. Maar hij heeft mij altijd gebracht waar ik wou. Hij heeft dat goed gedaan. Dankjewel, Audi. Maar nu is het tijd voor iemand anders. Welkom in de vlog. Ja, als je niet geïnteresseerd bent in auto's, dan moet je nu gewoon verder spoelen naar het einde. Na de generiek. Want dan komt er nog iets leuks. Een leuke cadeautip. Of gewoon een leuke plaats in Kortrijk weliswaar. Om een keer naartoe te gaan. Maar nu alles over mijn nieuwe auto. Kent de gezonde stranden. Toen als eerste vrienden in het en op de stoel komt deze twee eigenschappen combineren. I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like you. Ja, voilà, dat is hem dus. De nieuwe Energy. Een witte Peugeot 5008 GT Line. Met alle opties. Elektrische kofferklep, sleutel zit in je zak. Is dat niet fantastisch? Prachtig, kijk, die vieze forte stomme van mijn nieuwe auto. Dus ja, de Energy Mobil is nu een Peugeot 5008 GT Line. Ik vind het een prachtige wagen. Hij is helemaal wit, parelmoerwit, maar vanaf de dak is hij helemaal zwart. Het dak bovenaan, uiteraard met schuifdak, is zwart. Dit is hier ook allemaal zwart, zwart. Zwarte lichtblokken, zwart, maar dan terug wit. En onderaan ook zwart, met hier en daar prachtige chroomaccenten. Kijk, dat vind ik ook heel chic. Mooie lichten ook. Heel mooie lichten, kijk, met die tand hierin. Zo'n beetje de eigenschappen van de leeuw. Hij heeft ook camera's vooraan, achteraan. Hij heeft zo hier en daar wat chroomaccentjes aan de koffer. Dat zijn wel fake uitlaatpijpen hier, maar het is wel heel mooi, heel stoer. Hier ook een kroomlijntje rond de ramen, ook onderaan. Wat ik ook fantastisch vind, kijk, als je je deur open doet, de deur gaat helemaal hieronder. Dus dat is een soort SUV, waar je een beetje hoger zit. Maar gans dat stuk is ook van de deur. Dus met andere woorden, dat blijft hier altijd proper. Als je dus met je witte broek in de zomer daarover gaat, geen probleem, dat is proper. Ook binnen in het interieur, overal wat chroomaccenten, heel chic. Hier een stofje op het dashboard, vind ik heel mooi. Kijk, ook chroom op de pedalen, Peugeot. Ja, kijk, ik ben echt blij, want als fotograaf ben ik redelijk visueel ingesteld en vind ik het toch altijd belangrijk dat ik het graag zie, he. Moet mooi zijn. En een auto voor mij moet mooi zijn, zowel van buiten als van binnen. Ik vind dat een prachtige wagen. Ik ben ervan overtuigd dat ik er nu al veel rijplezier zal van hebben. Ja, hallo. Ondertussen heb ik al een kleine 250 kilometer op de teller. En ik moet zeggen, tot nu toe alles
super. Het is een heel aangename auto om mee te rijden. Hij is ook heel erg stil. En de snufjes die erop zitten, die zijn gewoon de max. Ik heb in feite alle luxe van mijn vorige wagen. Maar ik heb nog een paar extraatjes, zoals de elektrische kofferklep. Die heb je al gezien. Die kan je ook met je voet bedienen. Dat is heel handig. Als ik mijn fototas en nog iets anders in mijn handen heb, dan hoef ik ook zelfs niet naar mijn sleutels te grijpen. Maar kan ik gewoon met het voetje onder de kofferklep de koffer open doen. En ook terug dicht doen. En dan gaan ook mijn deuren sluiten dan ook. Dus dat is heel makkelijk. Maar het leukste snufje zijn deze twee voorzetels in deze wagen hier. Want die zijn uitgerust met een massagefunctie. Ja, u hoort het goed. Een massagefunctie. Als dat niet fantastisch is. En ik die rugpatiënt ben, ik heb dus ook voor die auto gekozen omdat die een beetje hoger zit. En ja, die massagefunctie voor mijn rug is ook zalig. Je hebt zo 5 verschillende programma's. En zowel de bestuurderszetel als de passagierszetel heeft een massagefunctie. Dus, als je eens wil gemasseerd worden in mijn auto terwijl we een praatje maken over elektrische steps of drones of fotografie, bel gerust of stuur een berichtje in de commentaar hieronder. Je kan mij ook bereiken via Facebook en dan maak ik een keer een ritje, word je ondertussen je rug gemasseerd en misschien los ik je fotografieprobleem nog op. Voilà. Dus stuur maar berichtjes. Ik antwoord altijd. Bedankt alvast. Ja, fantastisch dat je ofwel ten eerste gekeken hebt naar de volledige vlog. Dankjewel. Of doorgespoeld hebt tot het einde, want ik had beloofd van nog een leuke tip of een cadeautip. Kijk, dat hier, dat weegt iets meer dan een half kilo. En wat zit er daarin? Een Houston, kijk. Een astronautmannetje, maar helemaal in metaal. En kijk, dat is een flessenopener. Ik had het keer tonen, hé. Kijk, ik moet straks nog met een auto rijden, dus Crodino. En zonder alcohol. Voilà. Dat is echt een robuust stukje. Als je het laat vallen in je parket, dan heb je een probleem. En dan zeg je gewoon, Houston, we have a problem. En dat komt van een winkel in Kortrijk, maar niet in het winkelcentrum. Dus je moet echt wel de moeite doen om er naartoe te rijden. Ik ga de Facebookpagina in de description zetten. En ook de website ervan. Dat is de Golden House. En een keer dat je in de straat zit, kun je niet missen, want Hans, dat huis is juist. U hebt het juist geraden. In het goud. En ze hebben daar een beetje fashion voor de dames. En leuke cadeau-ideetjes. Dus moet maar een keer gaan. En voilà. Ik ga daarmee afsluiten. Abonneren wordt enorm geapprecieerd. Het is gratis. Gewoon op abonneren klikken. Stel dat hij vraagt om in te loggen, dan moet je gewoon je Google-account gegevens even ingeven. En dan ben je geabonneerd. Je kunt ook nog een keer op belletje klikken. Dan krijg je nog zelfs een berichtje als ik iets nieuws post. En zo blijf je op de hoogte van al wat ik uitsteek. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Dan ga ik met mijn petekindje en mijn vrouw een weekendje naar Amsterdam. Dus zo zijn. Tot volgende week. Bye bye. Santé. Zeer lekker Crodino. Alleen spijt je dat zulke kleine flesjes zijn. Weet jullie wat er beter is dan een Crodino? Inderdaad, 2 Crodino's.